zitten hier nu met Jork van Nonchal Paas. En de meeste luisteraars van ons zijn inmiddels wel bekend met Nonchal Paas. Maar kun je de luisteraars die jullie nog niet kennen iets meer over de band vertellen? Nou, Nonchal Paas is een metalband die nu, even kijken, nog 2 jaar bestaat. We hebben al wat line-up changes gehad, maar... Nou, hoe is de band ontstaan? De band is 2 jaar geleden ontstaan. Ik had een projectje samen met onze gitarist, Anna Glauwe. Dat was een oldschool death metal studiobandje, zeg maar. Daarmee namen we regelmatig nummertjes op en zo. En op een gegeven moment was iets van... misschien is het ook wel leuk om wat andere muzikanten erbij te vragen om echt een bandje te beginnen. En zo is Nonchal Paas ontstaan. We zijn een keer gaan repeteren en het klonk wel leuk. En we vonden het ook leuk om te doen, dus daar zijn we mee doorgegaan. Ja, welke bands zijn voor jullie eigenlijk een inspiratie? Dat is best wel lastig. Ik bedoel, ik denk dat elk van ons eigenlijk andere bands heeft als inspiratiebron. Ik weet bijvoorbeeld dat onze gitarist Robert dan een groot fan is van Six Feet Under. Ik zelf vind Maroon en Cataract en dergelijke vind ik wel een beetje inspiratiebron voor mezelf. Maar ook bands als Lamb of God en dergelijke. Onze drummer die luistert bijvoorbeeld naar bands als Job for a Cowboy. Weer iets heel anders. En onze bassist die heeft ook een hele brede muzieksmaak. Dus eigenlijk wat onze inspiratiebronnen zijn, is eigenlijk heel veel wat we luisteren en wat we te gek vinden om te zien. En noem het maar op eigenlijk. Ja. En welke bands denk je dat het meeste in jullie geluid eigenlijk wat naar voren komt? Kun je dat ook aangeven? Of? Ja, dat vind ik dus heel lastig om aan te geven. Want ik kan zelf eigenlijk niet echt een... onze band is een beetje een mengelmoesje van alles, denk ik. Ik kan zelf niet echt een band noemen die waar we echt op lijken qua sound en qua soorten muziek en zo. Het is eigenlijk een asbak bandje, zeg maar. Vind ik hoor. Het kan best zijn dat er al iemand is die zegt, dat lijkt echt heel veel daarop of daarop, maar dat weet ik zo niet. Misschien hebben we wel een eigen stijl. Dat zou het tof zijn, maar het zijn vast wel bandjes die hetzelfde doen als wij hoor. Maar ik weet zo even geen band 1, 2, 3 waar wij echt op lijken of die wij een beetje proberen na te doen of zo. Ja, jullie hebben onlangs, 2 maanden terug ongeveer, een EP uitgebracht, Eve's Demise. Nou, hoe is de EP ontvangen bij de luisteraars? Een beetje gemixt. Natuurlijk heel veel mensen die heel positief waren. Maar we hebben ook bijvoorbeeld mensen gehad die bijvoorbeeld bij nummer Cybernetic Revolt, de Clean Song, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Ja. Die dat voor me bijvoorbeeld verschrikkelijk vonden. En dat is iets van hadden van, dat moeten jullie niet weer doen. Maar wij hebben zoiets van, we maken muziek voor onszelf en wij vinden het leuk. Dus wij doen het gewoon weer als we er zin in hebben. Maar dus kijk, als je muziek schrijft, dan is het altijd afwachten hoe het publiek het ontvangt. En je doet het natuurlijk ook wel een beetje voor het publiek, maar ook een groot deel voor jezelf. Dus wij blijven gewoon doen waar we zin in hebben en wat we leuk vinden. Dus. Ja. De EP die heet Eve's Demise. Waarvan komt deze naam? Komt dat ook nog weer terug in een van die teksten? Of, er zit al een beetje gedachte achter. Vrijwel elke nummer op die EP gaat over... het einde van de wereld, zeg maar, in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld End of Reason gaat over de aanval van of de technologie die de mens te boven stijgt en dan de mensheid overneemt, zeg maar. Cybernetic Revolt die gaat daar weer op door. Het einde, de climax van die oorlog, zeg maar. En Eve's Demise is eigenlijk een beetje van, volgens dan die Bijbel, dat Bijbelse gelul en zo. Was er Adam en Eva. Dan stel dat Eva niet geboren zou zijn, zou de mensheid uitgestorven zijn. Of zal er geen mensen überhaupt gekomen zijn. En dat weer teruggelinkt aan het feit dat de nummers overgaan over het einde van de wereld en het einde van de mensheid. Is het een beetje van, hoe leg ik dat eigenlijk uit? Het is eigenlijk een beetje een metafoor of zo voor het einde van de wereld. In mijn ogen was dat dan in ieder geval zo. Oké, de hoes die erbij zit hier ook wel enigszins controversieel te noemen. Waarom hebben jullie gekozen voor dit ontwerp? Ja, het is heel anders dan wat normaal uitgebracht worden. Maar een goede vriend van ons, Bert, die heeft vroeger, hij is nu 45 ongeveer, maar toen hij jonger was, heeft hij heel veel LP's ontworpen voor bandjes uit die tijd, wat harder muziek maakten. En dat is echt zijn kenmerkende stijl, zeg maar. Een beetje heel erg van die oldschool shit. Waar dus iets van, dat zou tof zijn als hij wat voor ons kon ontwerpen.
Nou, je ziet op dat hoesje zie je dus Adam met een dode Eva in zijn hand, heel ruig getekend. En wij vonden het wel tof. Ze hebben een keer wat anders, dachten wij. Ja, nog even totaal iets anders. Ja, de mensen die Nonchalpaals wel eens hebben gezien, die zien dat jij de boel wel graag opzweept. Je morst gewoon mee met iedereen en zo, heel bewust? Of? Ja, ik krijg, ik denk dat iedereen het wel heeft op het podium staan, een beetje adrenaline stoot. En als ik dan mensen zie mosje of zo, dan doe ik zelf graag even mee. Ik bedoel, ja, als ik toch even niks te zingen heb en dan sta ik maar een beetje op het publiek een beetje stil. Dan heb ik zoiets van, ik kan net zo goed het publiek inspringen en even meedoen. En ik vind het natuurlijk te gek als mensen op je muziek bewegen, dus dat spoor ik graag aan. Wat zijn de plannen in de nabije toekomst voor Nonchalpaals? Ja, wat zijn de plannen? We hopen eigenlijk in de zomer van de zomer een full length op te gaan nemen en uit te gaan brengen. Dus we zijn op het moment hard aan het schrijven. Daarnaast zijn we op het moment ook een tweede gitarist aan het inwerken, die ook mee gaat doen vanaf april waarschijnlijk. En we hopen gewoon weer wat mooie showtjes te gaan spelen en gewoon bezig te blijven. Dat is ons doel eigenlijk de komende tijd. Ja, dat was eigenlijk zo'n beetje een interview. Nog één laatste vraag. Heb jij iets wat je zelf graag met de luisteraars wil delen? Heb ik iets wat ik wil delen met de luisteraars? Je kunt onze EP gewoon downloaden op onze Facebook. www.facebook.com/nspmetal. Download die EP, laat weten wat je ervan vindt. En kom een keer naar een showtje kijken.